Goedendag iedereen, welkom bij Boating België in Nederland. En vandaag in deze video gaan we praten over starten met varen of starten met de pleziervaart. Nu, u bent misschien geïnteresseerd om te beginnen met varen. En u stelt zich de vraag, nou, wat houdt dat eigenlijk allemaal zo in? En met welke factoren moet ik gaan rekening houden? Wel daarom, in deze video 8 vragen die u misschien heeft over hoe starten met pleziervaart. Vraag 1. Nu, vraag 1 gaat over, heb ik wel interesse om te starten met varen? Dit is een zeer elementaire vraag, maar een zeer belangrijke. Het beste wat u kunt doen is eens met een vriend gaan meevaren. Met een pleziervaartuig, let goed op, geen cruiseschip. Geen passagiersschip, geen passagiersboot. Nee, niet de veerboot of het veerpont. Nee, eens rustig varen met een pleziervaartuig, want dat is altijd anders. U kunt dat doen met een vriend of iemand die u kent. Ik zou zeggen, doe dat eens. En voel eens aan van, dit is het wat ik graag wil gaan doen. Nu, heeft u hier geen interesse meer voor, plots? Of zegt u van, oeps, dit is mij echt te veel, het is niets voor mij. Dan raad ik u ten strengste af van hier verder in te gaan. Nu, vraag nummer 2. Vraag nummer 2 gaat over, moet ik een boot aankopen of niet? Of zou ik een boot aankopen of niet? Wel, luister, ik ga dit even verduidelijken. Niet iedereen in de vaarwereld kan de navigatie leiden. Of is daartoe in staat. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo van nature. En niet iedereen staat ervoor te springen om eigenlijk de bemanning te vertellen wat ze moeten doen. En ook in zeer nauwe, moeilijke situaties een beslissing te nemen. En een knoop door te hakken. Wel, bent u daar goed in? Kunt u leiding geven? Dan is het geen enkel probleem vanzelf een boot aan te kopen. Want ja, wie dat er ook met u meevaart, ja, u kunt die mensen goed begeleiden. En moest dat niet het geval zijn, geen nood, geen nood. Want het is niet omdat u niet goed de navigatie kunt leiden, dat u daarvoor geen goede bootsman bent. Dat u daarvoor niet kunt deel uitmaken van de bemanning. Er zijn fantastische kerels en dames die goede bemanningsleden zijn, maar die niet goed zijn in het leiden van de navigatie. En dat is gewoon zo, dat is normaal. Dan raad ik ook aan van geen boot te kopen voor die mensen, want stel u voor dat u dat wel doet, dan moet er altijd iemand meegaan die de navigatie leidt, wat dat ook raar is aangezien de boot uw eigendom is. En ook, hangt u ook af van die persoon. Hè? Dus als die persoon niet kan wegens zijn werk om te gaan varen, ja, dan staat u daar en natuurlijk vertrouwt u die persoon iets meer. Dus kan voor moeilijke situaties zorgen. Vraag nummer 3. Nu, vraag nummer 3, dan gaan we het hebben over, ja, wat bent u bereid om eraan te geven? Nu, dit is een zeer belangrijk aspect, want de ene persoon wil er iets meer geld in duwen dan de andere. Maar er zijn 2 factoren met wat u moet rekening houden. Ik noem het de eerste factor instapkosten en de tweede factor noem ik doorlopende kosten. Nu, wat is het verschil tussen de 2 factoren? Instapkosten, dat is het bedrag dat u nodig heeft om de boot bijvoorbeeld aan te kopen, de boot in te schrijven, de motor te kopen. Alle dingen die in het begin, alle kosten die dan moeten gemaakt worden. Doorlopende kosten, wanneer dat we het daarover hebben, dan hebben we het vooral over lichtgeld, kosten van het onderhoud en noem maar op. Natuurlijk is het wel zo, er zijn heel veel van die boten en motoren die een zeer hoge of een iets hogere instapkost hebben, maar die erna een heel lage doorlopende kost hebben. Dus, zoals lichtgeld, dus er is voor ieder wat wils, qua groottes, qua lengtes, qua kracht. Dus er zijn mogelijkheden.
Vraag nummer 4. Vraag nummer 4 is eigenlijk ook een zeer belangrijke, net zoals alle andere vragen. Nu, vraag nummer 4, dat gaat over hoe zit het eigenlijk met de ligging van de boot of van de plaats waar ik naartoe moet om te gaan varen. Wel, kijk, het zit zo. Wanneer u 200 kilometer heen en 200 kilometer terug moet gaan rijden met de auto om te gaan varen, dan kunt u natuurlijk beginnen twijfelen van is het wel handig, is het wel interessant om dit te doen. Want natuurlijk niet, en ik begrijp ook, niet overal vindt u een haven waar u kunt liggen. Hè, of niet overal zijn zomaar ligplaatsen ter beschikking. Als u zegt ik ben een zeezeiler en u komt echt van het binnenland natuurlijk, is het dan misschien nog wel handig dat u die grote trips doet en niet kijkt naar alternatieven. Nu, dan gaan we door met vraag nummer 5. Vraag nummer 5 gaat, heb ik een vaarbewijs nodig? Nu, let op, dat is een zeer belangrijke vraag, want zowel in België als Nederland, wanneer uw vaartuig een lengte heeft van 15 meter of langer, of de boot sneller kan varen dan 20 km per uur, dan heeft u een vaarbewijs nodig. Nu, let goed op. Niet in alle vaarzones is voor vaartuigen een vaarbewijs vereist die aan deze criteria voldoen. Maar, let op, ga er maar vanuit dat voor dat vaartuig een vaarbewijs vereist is, wegens dit in de toekomst nog kan veranderen. Of u krijgt er vandaag of morgen, u krijgt er ooit eens mee te maken, geloof mij. Dus, zeer belangrijk, wanneer u dan een boot koopt. Hè. Nu, voor meer vragen over het vaarbewijsonderwerp, verwijs ik jullie met veel plezier door naar mijn recentste video over het vaarbewijs. Nu, vraag nummer 6. Is de winter een dode periode in de vaarwereld? Wel kijk, voor het varen zelf wordt er niet veel gevaren in de winter. Hè, want wegens de grote kou is het eigenlijk niet meer tof. Maar, let op, de winter is geen dode periode, want het is net in de winter dat u op uw gemak de lessen kunt nemen voor het vaarbewijs, de marifonie, het radarbrevet enzovoort. En in de winter kunt u ook werken en rustig werken aan het onderhoud van uw boot. Dus de winter is een rustigere periode, maar u kunt bijvoorbeeld ook al de tochtplannen van het volgende vaarseizoen rustig maken. Vraag nummer 7, een zeer interessante vraag. Is varen gevaarlijk? Wel kijk, in de vaarwereld neemt u uw veiligheid in eigen hand. Dus dat wil zeggen, als u dingen begint te doen die niet moeten en niet mogen, dan kunnen er ongelukken gebeuren. En natuurlijk is het dan uw eigen schuld dat u in zo'n ongeluk belandt. Nu, het is wel zo dat u met het volgende aspect moet rekening houden. Nu, wanneer dat u een panne heeft met uw boot en u bevindt zich bijvoorbeeld op stromend water, dan kunt u ook niet zomaar uw boot verlaten, net zoals u dat op de autostrade kunt doen. Bijvoorbeeld als u op de autostrade aan het rijden bent en er is iets met de auto, u zet uzelf aan de kant op de vluchtstrook, u stapt uit, u zet uw eigen over de vangrail, dan bevindt u zich aan de veilige zijde van de vangrail en dan kunt u rustig naar de hulpdiensten of de depannage bellen, zoals ze zeggen, naar de garage. Nu, dat gaat niet met een boot. Het probleem is, wanneer u iets voor hebt, dan kunt u de boot zomaar niet verlaten. Dus dat is het probleem met varen. En daar moet u mee rekening houden. Natuurlijk, als u zorgt dat uw onderhoud zeer goed is en u de nodige beschermingsmiddelen aan boord hebt, zoals reddingsvesten en backup materiaal, waterpompen enzovoort, dan zou dit geen probleem mogen zijn. En dan is de kans op een ongeval redelijk klein. Nu, dan hebben we de volgende en laatste vraag. En dat is vraag nummer 8. Vraag nummer 8 gaat over, is kennis of ervaring belangrijk?
Wel, kijk, kennis moet je hebben. Dus je moet je reglementen kennen, je moet eigenlijk weten hoe dat je boot werkt, hoe dat de motor van je boot werkt enzovoort. Ervaring is altijd mooi meegenomen. Nu, let wel goed op, het is een evolutie. Het is niet dat je van de start zomaar alles moet kennen, maar het is een grote evolutie. Dus wanneer u start met varen, zal u merken, naarmate u er langer in zit, zult u bepaalde dingen opsteken en zult u zeggen, hey, nu heb ik dit weer bijgeleerd. Dus het is een evolutie. Het gaat niet van vandaag op morgen. Nu wel over kennis en ervaring. Er zijn mensen die zeggen, ervaring is belangrijker dan kennis. Maar dat is niet waar. Ik heb een heel ander motto. Kennis plus ervaring creëert wijsheid. Maar let goed op, zonder kennis, dan mag u ervaring genoeg hebben, dan is het zeer moeilijk om wijsheid te creëren. Het is dankzij die opgebouwde kennis dat die gaat u helpen in de praktijk om de goede ervaring te krijgen, om op die manier een goede wijsheid te creëren. Nu bedankt voor het kijken en vond u dit een toffe video? Alsjeblieft, duimpje omhoog en abonneer. Nu moest u nog vragen hebben of opmerkingen of u weet nog een vraag of u heeft nog een vraag. Alsjeblieft, laat dit dan weten in de reacties onder deze beschrijving of stuur die gewoon op via mijn e-mail hier aan het einde van deze video beschikbaar. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.